En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht tijdelijk bewolkt, met voornamelijk in het binnenland enkele buien. Er is ook een enkele onweersbui mogelijk. Aan het eind van de nacht ontwikkelt nevel of mist in enkele gebieden. Morgen, vrijdag 1 december, wordt het in de ochtend lokaal bewolkt, mogelijk met een regenbui. Gedurende de middag en begin van de avond lokaal enkele buien mogelijk. In het binnenland soms met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen, vrijdag 1 december, het lokaal winderig zal zijn, met mogelijk een windstoot.